Vandaag ga ik een video maken over de Furry Friend Tag. De Furry Friend Tag gaat over mijn huisdier. En ze is al een paar keer in mijn video's verschenen. Jullie wilden er graag meer over weten. Dus ik dacht, nou, ik maak er een video over. Ik hoop dat jij deze video leuk vindt. En laten we beginnen. Stel je huisdier voor. Dit is Heider. Ze is een meisje. Ze is 2,5 jaar oud en ze is echt een poefkont. Ze heeft heel veel energie ook, zoals je kunt zien. Hoe ben je aan je huisdier gekomen? Nou, het is een best apart verhaal. Ik heb haar in de tuin gevonden. Ik zat dus een keertje in de huiskamer op de computer. En op een gegeven moment hoorde ik een heel zacht miauw, miauw. Dus ik ging de tuin in. Het was een hele kleine kitten, maar ze rende meteen weg. En ik kwam vrij dichtbij een drukke straat. Dus ik wilde er niet achteraan rennen, want ik was bang dat ze dan de straat op zou rennen. Maar de volgende dag hoorde ik weer miauw, miauw. Dus ik ging natuurlijk de tuin weer in om te kijken of ze oké was. En op een gegeven moment vond ik haar achter een hek, onder een bosje, zat ze helemaal verstopt. Heel klein jong ding was ze toen. En ze wilde er maar niet uitkomen. Het duurde 2 uur voordat ze er eindelijk uitkwam. En ik ben natuurlijk helemaal verliefd op haar. En ik heb haar Heider genoemd. En hiding in Engels heet verstoppen. Dus eigenlijk heet ze verstopper. Omdat ze zich verstopt had onder de bosjes en ze wilde er maar niet uitkomen. Dus vandaar dat ze Heider heet. En zo ben ik aan Heider gekomen. En is het geen schatje? Wat voor verborgen talenten heeft je huisdier? Ik heb Heider een paar trucjes aangeleerd. Ze kan namelijk high-fiven en opstaan op commando. Sit. Stand up. Stand up. High-five. Wat voor hobby's heeft je huisdier? Heider houdt super veel van aandacht, dus ze vindt het heel erg leuk als ik met haar speel. Dus ik heb een speeltje aan een touwtje gezet. En nou, daar vindt ze het leuk om achteraan te rennen en naartoe te springen en zo. En wat ze ook heel erg leuk vindt, is als ik brokjes pak en dan gooi ik die door de kamer heen. En dat vindt ze echt geweldig om er achteraan te rennen. Ze wordt er heel erg enthousiast van. Wat ze ook leuk vindt, is het beklimmen van een paal. En die paal heb ik zelf gemaakt met touw eromheen. En gelukkig gebruikt ze die, want anders zou het zonde geweest zijn van mijn harde werk natuurlijk. En haar laatste hobby is boksen en alles waar ze in kan springen. En ze is heel erg wild en energiek, dus ze vindt het heel erg leuk om door de box heen te springen en er doorheen te glijden. Nou, dit was de Furry Friends Tag. Heb jij een huisdier? Laat me dat dan weten in de reacties onder deze video. En nu dat jullie Heider wat beter hebben leren kennen, leek het me ook wel leuk om mij wat beter te leren kennen. Dus als je vragen voor me hebt, laat me die dan ook weten in de reacties onder deze video. En wie weet gebruik ik jouw vraag wel in mijn volgende Q&A video. Nou, tot de volgende video. Doei!